En een hele goede avond en leuk te kijken deze nieuwe video. Ik heb hier weer iets nieuws, geen nieuws, maar wel een nieuwe camera, wat je zelf wel kan zien. En daar ga ik het even over hebben. En wat de voordelen en nadelen van zijn, voor mij betreft dan. Mijn naam is Sietse Kammendorf en welkom bij deze video. From time to time, before you do anything stupid, stupid, think before you speak your mind. Voordat ik deze video ga uitvatten, ga ik je vragen om een volgje te doen op mijn Instagram en Twitter. En een likeje te geven op mijn Facebookpagina. Een linkje vind je hieronder in de videobeschrijving. En ja, ik vind het echt leuk om weer een nieuwe camera te hebben. Want deze kan ik niet zien wat ik allemaal doe. En dan zou je denken, is het een vlogcamera? Ja, dat weet ik. Maar het is voor mij dus zwaar om een statief te zetten. En dat werd de beeld. Dus ja, dat is waar het zwaar voor. Ik heb het daar geprobeerd vanmiddag, maar helaas, het is me mislukt. En ik moet veel energie om dat te gaan doen. Dus vandaar gebruik ik het nu ook voor gewoon een vrouwenfond. Over de camera, gewoon in mijn camera. Dus dan is het gewoon ook te duur om ook op vlak mee te gaan. Eigenlijk is het natuurlijk in de rolstoel. En als ik door word, kan ik niet meer. Kan ik er niet meer tegenhouden, niet meer. Dus zodoende. En zodoende had ik iets van, ik kwam lekker hier op mijn kamer. En dan ga ik ook de films video's maken voor jullie. Dus ja. Ik hoop dat deze camera mooi is. Ik heb wel voor mij welke dat ik kan zien op mijn computer. Het ziet er goed uit op de computer. Lekker, spel, helder. Het is ook klaar voor 4K. Dat heb ik nog niet helaas. Dus het is er wel klaar voor. Dat kan ik ook zien op de postje. Dus. Ik hoop dat je de camera leuk vond en zo. Ja, dat ik het ook weer op het scherm hoor. Hoe is de camera? Kun je die rond abonneren als je nieuw bent? Dus ik kan geen belletje aan te klikken voor de notificaties op mijn kanaal. Dat is dingetjes, dus ja. En dat zou ik zeggen mensen, maar tot de volgende.